Dat vind ik voor dit vind ik dat niet leuk. Hè? Twee homo's op straat echt me staan af te leveren in Amsterdam. En twee hetero's, dat zou je dan wel oké vinden? Nou, dan zie je dat niet veel. Als twee hetero's hand in hand over straat lopen, kijkt niemand daarvan op. Maar hoe zit dat met twee homo's? Een vraagje, wat vindt u ervan als u mensen hand in hand over straat ziet lopen? Geweldig, ja, normaal. Heb ik geen problemen mee. Het moet kunnen. Ja. Ja. En wat nou als je twee mannen of twee vrouwen hand in hand over straat ziet lopen? Heel eerlijk gezegd vind ik dat niet zo erg, want iedereen moet gewoon zijn ding kunnen doen. Ben ik niet op tegen dat ze homo's zijn, maar loop naast elkaar. Je moet geen aanleiding geven. Je moet geen aanleiding geven. Nee. Dat interesseert me geen bal. Nee. Ja. Dat is ook normaal. Dat is ook normaal. Ja. Was dat hem? Dat was hem. Werk ze. Nou, ik vind mannen nog wel een dingetje. Vrouwen vind ik niet erg, nee. En waarom vind je vrouwen niet erg? Nou, dat vind ik gewoon. Waarom is dat dan bij hetero's wel eigenlijk oké? En is dat dan bij twee mannen, denk je, nou doe maar niet? Ja, ja, nou dat is het. Maar waarom is dat zo dan? Dat weet ik niet. U zegt het zelf. Ja. Nee, maar het geeft aanstoot. Waar ik me wel zorgen om maak is van, jeetje, gaat iemand agressief doen tegen ze? Met die caperheid. Ze moet toch geen aanleiding hebben. Zijn er ook weer een paar in elkaar geslagen. He, ook die vanuit buitenland komen. Twee lesbische. En dat komt dan omdat mensen hand in hand lopen? Nou, het waren gewoon twee lesbische. Ja. En die zaten dan ook op die boot, maar die gaan naar die homobars allemaal. En je hebt ook lesbobars, hè. En dan worden ze in elkaar geslagen. Door buitenland. Het is meestal Marokkanen die dat doen. Als je een vriend zou hebben, zou je daar dan hand in hand mee lopen ook? Als ik een vriend zou hebben? Ja? Nee, daar zou ik niet hand in hand mee lopen. Maar... Nee, hoe zou je dat dan oplossen? Jawel. Ja. Ja, ik niet. Wij hebben ook een zoon, gewoon een jongen. Maar als die bij wijze van spreken ook homo zou wezen of worden, ja, zou ik niet blij mee wezen. Nee. Oh, ja. Maar het blijft wel je zoon. Ja. Maar ja, dan loopt hij straks hand in hand over straat. Dat moet je natuurlijk niet willen. Ja, nee, moet hij maar een portie klappen krijgen. Dat is een grapje. Nee. Als hij hand in hand gaat lopen dan met zijn vriend en dan krijgt een portie klappen. Nou, dan vind ik dat wel goed. Ja, ik ben er heel makkelijk in hoor. Als je verliefd bent op een meisje, ben je verliefd op een meisje. Zijn jongens verliefd op elkaar? Ja, moet je het lekker laten, toch? Ja. Ja. Dat is wel mooi wat zij zegt. Ben je verliefd op een meisje, ben je verliefd op een meisje, ben je verliefd op een jongen, ben je verliefd op een jongen? Ja, dat zie ik niet zo. U zegt nu, als uw eigen zoon homo zou zijn en die krijgt op straat klappen, dan is dat zijn eigen schuld. Ja, krijgt hij van mij nou een paar klappen bij. Maakt hij nou een grapje of is het serieus? Grap, ik ben het bloedserieus, man. Nee, maar het is bij wij. Sorry? Ik vind het best wel normaal als homo's gewoon hand in hand lopen. Er is nog niks mis mee. Nee, je is daar weer in opgegroeid, hè? Op school hoort ze dat. En, U kunt volgens mij nog heel wat leren van uw kleindochter. Ja, we kunnen ook een heleboel leren. Hè? Die is goed bij, hè? Deze. Komt u uit de provincie? Nee, ik kom uit Almelo. Ja. Wat merkt u van de kloof tussen de Randstad en de provincie? Helemaal niks. Het is hier waardeloos. Hier in de Achterhoek merkt u er helemaal niks van. Dit is Twente.